Ligt. Als je een rits, een zak hebt met een rits, dan mag je hem er zelf in doen. Ik ben Chris, ik ben bij je. Ajax! Ajax! En ik! Wat staat uitleg? Welke groep is dit? Groep 4. Yes. Oké. Jongens en meisjes, wij geven vandaag les. Als je wat wil vragen, steek je gewoon even je hand op. Dat is juf Barbara. En verderop staat meester Stefan bij de vrachtwagen. Weten jullie allemaal wat links en rechts is? Ja! Ja? Oké, kunnen jullie allemaal je rechterhand omhoog steken? Kunnen jullie allemaal je linkerhand omhoog steken erbij? Hallo! Ja, dan gaan we even wat snel zoeken. Kijken of jullie snelheid hebben. Rechterhand omhoog. Linkerhand omhoog, rechterhand omhoog, linkerhand omhoog, rechterhand omhoog, rechterhand omhoog. Ik ga naar school. Morgens vroeg is het. En ik ben op de fiets. Ik en juf Barbara naar is ook op de fiets. Hey. Meneer! Mevrouw! Er is een bordensprong. Ja! Hallo! Mevrouw! Wat doet u hier? Nou, mevrouw, dat gaat toevallig dus niet goed. Nou, wie doet het hier niet goed? Wie weet dat? Ja. Jij? U. Nee. Nee, jij! Nee, jij! Wat? Ja, jullie met z'n tweeën. Jij moet jullie doen het fout. Nou, wie kan het beter doen dan? Wie wil mij nadoen? Sabrina, kom maar op de fiets. Ja. Oh, maar dan heb ik zin in dat. Wat gaat er nou mis, jongen? Rechts. Nou, en dat hebben we zo in heel Europa, behalve Engeland, hebben we dat met een kapaas. Ja! Wat doe ik allemaal fout? Ik moet 5 dingen van jullie horen die ik fout deed. Job! Dat is 1. En je ging te snel? Ik ging te snel, dat is 2. Ik nam een binnenbocht, inderdaad. Ik nam een korte bocht, dat is niet goed, hè? De lange bocht nemen. Kiara, wat heb je nog meer gezien? Ik stak mijn hand niet uit, inderdaad. En wat deed ik nog meer niet? Chris? Ik keek niet uit. Juist, ik keek niet naar links en naar rechts. Ja, hebben we dat allemaal ook gezien? Ja. En dat is niet handig, hè? Nee. Als je haast hebt in het van de wachten, kijk of er verkeer aankomt. Je kijkt eerst naar links. Je kijkt naar rechts en nog een keer naar links. Dan steek je hand uit, kijk over je schouder en dan maak je een grote bocht. Is dat duidelijk? Yes! Ik geloof er niks van dat jullie het begrijpen. Yes! Je voorrang moet krijgen. En dit bord betekent dat je voorrang moet geven. Dus dit bord is? Voorrang geven. En dit is? Voorrang krijgen. Ja. Maar wat moet je in principe doen bij Oranje? En dan moet je, als je kan stoppen, dan moet je stoppen. Maar als je te snel rijdt en je kan niet meer stoppen, dan moet je aanrijden. In een oud geval mag je doorgaan, maar in principe bij Oranje ook stoppen, hè? Ja? Die gaat nog steeds rechtdoor. Nicky gaat linksaf dit straatje in. En Chris, of Justin bedoel ik, Justin, jij gaat linksaf. Ja? Nu wordt het een beetje ingewikkelder. Ja, jij weet het? Wie mag er eerst? Nicky, vertel eens. Zij. Waarom mag zij dan eerst? Zij staat voor de voorrang. Ja, maar jij staat ook op de voorrangsweg. Kijk maar. Het bord staat naast je. Hoe zit het dan? Ik heb
Heeft iemand daar een idee van? Kiara? Wat zeg je? Justin moet voorrang geven. Justin die moet voorrang geven, inderdaad, dat klopt. Maar wie mag er eerst? Deze mevrouw mag eerst. En waarom? Zij is namelijk recht doorgaand verkeer op dezelfde weg. En die gaat voor afslaand verkeer. En Nikki die gaat van de voorrangsweg af. Want die ging linksaf, weten jullie nog? Verboden in te rijden. Dus wat, jij gaat wel rechtdoor. Hoe lossen we dat dan op? Hey. Heeft iemand een idee, jongens? Hoe lossen we dit nou op? Want zij weet het niet, helper is. Ja? Zij moet hierin. Dus dit straatje moet je in. Dus kom terug. We gaan samen terugrijden. Naomi, we komen samen aanrijden in de auto. Hey, heb jij dat bord gezien? Buurvrouw? Ja, ik heb hem ook gezien. Weet je wat we moeten doen? We moeten rechtsaf. Oké, steken we onze rechterhand uit. Hoppakee, we gaan rechtsaf. Snap je dat? Oké. Snappen jullie het ook? Hoe kan jij nog mee? Hé, hey, mooie bike. Hey. Ja, help Jan. Help op Jarren. Stoppen is ook echt stoppen heel goed, Jarren. En als je dan gekeken hebt en er komt niks aan, dan mag je weer doorrijden. Ja, signaal, hè? Heel goed. En wat moet je nou voorrang nemen, krijgen, geven? Ik krijg voorrang, hè? Want dat betekent dat je op een voorrangsweg rijdt. Snap jullie dat? Ja. Nou, loop maar achter me aan. Goede kant van de weg, hè? Wat is dit? Straks ook als je op de skelter vindt. Kom maar aan met de stoep richten. Nou, dat doen we goed. Ja. Door. En maar de rood. En dan is bij oranje. Niet meer gaan stoppen. Hé, hey, als die verkeerslicht er nou niet zijn. Dan moet je. Ik heb gezien hier in Genemuiden heb je wel een paar straatjes met deze borden. Zoals je daar bijvoorbeeld zie je, een tomatensoep met de witte worst zie je aan het hangen aan het huis. Dat betekent dat je daar niet in mag rijden. En aan de andere kant van die weg staat waarschijnlijk ook dit bord. Eenrichtingsverkeer. Ja? Oké, okay, kom maar met me mee. Oh, Lisa. Oh, wow.
gaan. Stop eens even af. Dus niet gewoon denken van nou ik ga alvast en dan wacht de rest maar op mij, want er zijn die haaien van. Goed? Ja. Hier wacht in de stad. Aan de goede kant van de weg, niet aan links. Ja, dus aan de rechterkant. Als bij de haaien staat, als het niet als laatste. Je moet even wachten. Nee, die moet naar links. Die moet naar rechts, links en rechts. En nou. Gehad, hè? Ja. Boden in te rijden. Ja? Oké. Okay. Loop even achteraan. Blijft de man hier en de dame komt bij mij mee. Ik heb de voorrang. Ja? Wat zeg je? En waarom? Meiden van, wat is jouw links dan? Die linkerhand. En je zegt die meiden komen van links. Oh ja. Justine, weet jij het? Ja, die meiden komen van rechts. En wat betekent dat? Rechts hoor. Nee, wie heeft de voorrang? Verkeerpad? Nikkie? Rechts. Ja, heel goed. Dan mag je pas verder. Dat is het stopbord. Duidelijk? Maar wat is dan met die streep? Ja, wat is dan het bord met die streep? Het lijkt wel op een bord soep. Met een witte worst erin. Ja, of niet? Lekker. Ja, lekker, maar dat is het niet, hè? Nee. Ik kan niet opeten, kijk maar. Nee, dat lukt me niet. Yeah. Dit bord betekent verboden in te rijden. Wie staat daarop? Die meneer. Ja. Bob, Job. Job. Jij staat daar. Job, jij rijdt rechtdoor. Kom op. Job. Wat staat er op dat bord? Oh, stop. Nee, niet stop. Maar jij let niet op. En daarom, Job, dat is een ruimte allemaal nog. Hè? Daarom, Job, ga ik het je nog een keer uitleggen. Dat betekent verboden in te rijden. Job, kom nog een keer aanrijden. En rijd rechtdoor. Job. Help Job eens even. Waar moet Job heen? Hier. Job, hoor je het? Kom daarheen. Daarheen. Hand uitsteken en dan ga je de bocht om. Nee, je rechterhand. Job, kom maar terug. Is dit duidelijk voor jullie? Rechts op. Niet slippen. Hand uit Sabina. Linksaf daar. Linksaf, nee!
Rijd dan door. Nee, mag niet. Vrijrijden. Daan. Als... ik benoem de meester ook even tot politieagent. Leuk. En wij zijn ook wel politieagenten. En de meester is streng, heb ik begrepen. Als je geen voorrang, als je geen voorrang verleent, als je niet stopt bij het stopbord, of als je je hand niet uitsteekt, kun je ook een bekeuring krijgen. En dan sta je 1 minuut aan de kant. Pak maar een fiets, Anne. En dan mag je gelijk weer beginnen. Pascal, beginnen. Alle 4 naar je voertuig en daar mag je een minuut wachten. Hallo, die mevrouw met die paardenstaart, parkeren. 40. Ja, ik mag rechtdoor, John. Als er geen bord hangt, mag je rechtdoor. Ja? Van ons het enige echte verkeersplein rijbewijs. Maar, nou valt er altijd iemand op. En vandaag is dat ook iemand geweest die heel vaak aan de kant heeft gestaan. Daan. En hier is die. Daan krijgt als eerste zijn verkeersplein rijbewijs. Maar Daan, daar zit dan nog een erebaan aan vast. Jij mag namelijk ook alle limonadebekertjes verzamelen. Jij mag als eerste naar de club. Rustig aan, jullie krijgen hem allemaal één voor één. En ik geef hem aan de